Ja, je moet altijd even wachten voordat de opname begint. Want anders ben je het eerste stukje kwijt. Dit wordt uitzending nieuws nummer 052. En ik ga het voor de derde keer hebben over een werk van Johan Oldenkamp. En ik heb al eerder gezegd, ik heb helemaal geen hekel aan die man. Ik vind het zelfs goed wat hij doet. Ik vind dat hij dingen aanraakt waar je best over na mag denken als mens. En het is nog goed dat iemand zoals hij er is om ons vragen te laten stellen. Dit werk is Pateo TV uitzending 11. En dat wordt meer bekeken dan mijn werk. Dat moet ik gelijk erbij zeggen. Dat is alweer een reden om het helemaal eens te zijn met Johan Oldenkamp. En dat zou ik ook wel willen. En dit gaat dan over de Sirius-connectie. En Sirius, dat is een ster. En zo dadelijk ga ik die ster naar voren halen. Via Wikipedia. Maar eerst gaan we gewoon even luisteren. Voor 50 seconden ongeveer. Naar de opening van Johan Oldenkamp. Van deze video. Dan doe ik hem eerst volkje schermpjes. En dan kleedjes. Hallo. Welkom bij alweer een aflevering van Pateo Televisie. Mijn naam is Johan Oldenkamp. Ik ben de gastheer van dit spraakmakende televisieprogramma, zou ik bijna willen zeggen. Wat ik doe en wat ik altijd doe, is het delen van mijn scherm. Dus dat ga ik nu doen. En dan starten we met de presentatie. Nou, dat is allemaal prima. Ik hoop dat dit goed te zien is voor iedereen. Ja. En als ik niks hoor van de techniek, dan ga ik gewoon rustig door. Ja, het onderwerp van deze aflevering is de Sirius-connectie. De verbinding die er is met de ster Sirius. Of eigenlijk zijn het meer dan één ster, maar vanuit ons gezien lijkt het één ster te zijn. En daar hebben wij een bijzondere band mee. En dat ga ik uitleggen in deze aflevering van Pateo TV, Pateo Televisie. Dit is de 11e aflevering. En het is vandaag 21 augustus 2015. Ja, goed. En de rest en dat gaat nog een tijdje door. En dat duurt tot en met 8 minuten 14. En dat is allemaal reclame. Het gaat meer over wat hij zelf allemaal wil. Ja, dat maakt ook niet uit. Dat mag gewoon. Het is zijn nieuwsuitzending. Maar even terug naar Sirius. Kijk, Sirius is ook bekend onder de naam Honden of Hondster. Hij heeft een hele prominente plaats in de constellatie die wij noemen Canis Major. En Major, dat betekent groot. En Canis is hond. Dus Greater Dog, daar zit Sirius zit erin. En het gaat hier inderdaad om twee sterren. Sirius A en Sirius B. En die zitten van elkaar af op 8 lichtjaar. 8 lichtjaar van elkaar. En dan kijken waar hoe ver dit ding van ons af ligt. Kijk hoor. Sirius A en B. Nee, dat is allemaal niet. Heeft nog geen enkele zin. Oké, maar dan doe ik gewoon. Oh, sorry. I'm sorry, ik kom tegen de microfoon aan. Wiki distance to see. Even kijken hoor. Was dat hier nou? Hoe ver staat deze ster van ons af? Wat is dat hier nou weer? De afstand tussen Sirius A en Sirius B varieert tussen
8.2 en 31.5 astronomische eenheden. En het bevindt zich op 8.6 lichtjaar van ons af. En wacht eventjes. 8.6 lichtjaar is de afstand van ons tot Sirius A en Sirius B. En wat is dan de onderlinge afstand? Ik word hier niet echt heel vrolijk van. De ene keer is het lichtjaar, dan een parsec. En dan gaan we weer astronomische eenheden aan. Ja. En de UB Color Index is min 0.05. Dat is al best. Echt niet wat hier staat hoor. Dat lijkt me erg ingewikkeld. Maar dat ding zit dus op 8 lichtjaar afstand. En dat is een afstand, jongen. Dus dan moet je met 300.000 kilometer per seconde. Dus dan moet je eerst even doen. Dan moet je even oefenen. Hè? Van, hey mop, pak eventjes de boodschappenmand. Papa gaat eventjes de snelheidsrecord doorbreken. En dan moet je naar 300.000 kilometer per seconde. Dat is op zich allemaal heel gedoe. Als jij ooit een brommer hebt gehad en je hebt een keer 30 kilometer per uur gereden. Hè, dan moet je dus 3600 keer zo snel. En dan zit je op 30 kilometer per seconde. Dus je moet gewoon 3600 keer zo snel als destijds met je brommer. En dan ga je dus 36 kilometer per seconde. En dan moet je dat keer, dan gaan we oefenen met nog een miljoen keer sneller. Kijken of je dat lukt. En dat dan dus 8 jaar lang volhouden. En dan zijn we dus bij Sirius. Maar die draaien natuurlijk ook om elkaar heen. Dat kan niet anders. Want bij ons vandaan gezien lijkt het gewoon één vlekje aan. Ik heb nog een fotootje van Is. Maar dan, die komt zo dadelijk in die. Kijk, dit is er helemaal niks. Daar moet je ook helemaal niet naar kijken. A simulated image of Sirius A en B. Using Celestia. Ja, dat is het best, man. Tuurlijk. Maar dat zegt verder niks. Dit is gewoon een of andere ster. En die zit op een ongelooflijke afstand van ons. En ze hebben ontdekt, dat zijn er twee. En dat is misschien ook wel de reden waarom die zo prominent aanwezig is. Want het zijn er gewoon twee. Hè? Zeg maar nee, dan krijg je er twee. Nou, hier heb ik nog eventjes translate van Google. Maar a small constellation, the great dog. In de translate staat het ook. Dus het zal heus wel kloppen. Dit is niet waar ik het per se met Johan over hoef te hebben. Ja, we gaan even door, terug naar Johan. En dan krijgen we een hele flauwe van mijn kant. Maar ik wil er toch heel kort bij stilstaan. Maar dat is echt een beetje al te zeurderig van mijn kant. Maar ik hoop dat Johan hier een beetje om kan lachen. Kijk, en dan doen we even weer Foodie Skinny. We zitten hier dus op 8 minuten 14. Iets ervoor. Hè? 3 seconden voor 8 minuten 14. En hier staan dan de afleveringen 8 tot en met 13. En nu is dus de puzzel, dus de grote Johan Oldenkamp puzzel. Waar staat aflevering nummer 13? Want die kan zowel links onderin staan als rechts onderin. En dan zullen mensen zeggen, nee, die van 27 augustus, dat is aflevering 12. En die van 10 september, dat is aflevering 13. Nou, waarom? Misschien was het wel 27 augustus volgend jaar. En 10 september vorig jaar. Dus dan is dus die geen rechtsonder. Die is dus eigenlijk gewoon nummer 12. Dat is de echte nummer 12. En die van 27 augustus. Die was er gewoon per ongeluk tussengeval. En dat kwam gewoon door die Google agenda. Je kan. Ja, ik neem
dit soort foutjes neem ik gewoon niemand kwalijk. Ik bedoel, dat overkomt mezelf dagelijks. Het is wel annoying voor je luisteraars of kijkers. En er wordt er een beetje om gegniffeld. Maar daar zou ik me niet zo druk over maken. Maar nu gaan we naar 29. En dan gaan we het wel even serieus doen. Dan zitten we dus hier. En hier heb jij het over de beweging van de zon. En dan zeg je dat de zon, die gaat dus een bepaalde kant op. En die planetengordel, die zit er als het ware als een soort staartje achteraan. En de zon gaat voorop. En dan gaan we zo dadelijk ook nog zien hoe die aarde dan beweegt. Dat die aarde heeft dus een spiraal. Terwijl de zon ook een spiraal is. Die dezelfde frequentie heeft als dat die dubbelster Sirius. En dat ga je aan ons duidelijk maken. Dus er is een dubbelster, die heet Sirius. De dogstar, de hondenster. En die gaat precies dezelfde gang als wij door het universum. En onze aarde die draait om de zon. Maar de zon die gaat iedere keer zijn eigen gang. En die draait dan ook nog een keer tegen Sirius in. Op een afstand van ongeveer bijna, pak een beet, ja, iets tussen de 8 en de 9 lichtjaar. En hoeveel meter een lichtjaar is, dat weet je denk ik nu eventjes niet. Maar ik denk dat je wel weet dat het heel erg ver is. Zou je vertellen, Johan, een lichtjaar is zo ver, dat als wij de meest ultieme netwerkconnectie opzetten van het universum, en ik zeg tegen jou, boe, of zo, maakt niet uit, maar ik kan ook zeggen, pa, of ik kan zeggen, hoi, maakt niet uit wat. Hè. En dat duurt het gewoon 9 jaar. 8 jaar à 9 jaar. Voordat jij dat hoort. Dus als jij op Sirius gaat zitten. En ik blijf hier lekker op aarde zitten. Want ik vind dat hier betere frietenten zijn. Ja, dan houden we, ja, kunnen we niet langer samenwerken. Want dat duurt het iedere keer 8 à 9 jaar. Voordat ik wat van je hoor. En daarvoor moet ik ook nog een keer 8 à 9 jaar wachten voordat jij wat voor mij hoort. Dus tegen de vraag dat ik een antwoord, tegen de tijd dat ik een antwoord krijg op mijn vraag, dan ga je al snel richting de 16 à 18 jaar. Dus dat betekent, Johan, dat als jij op Sirius gaat zitten en ik blijf lekker hier omdat ik van die pindasaus hou vanwege die Indo's. Ja, kunnen wij dus bij leven een keertje of 4, 5 overleg hebben. En alleen maar dat jij gaat zeggen van, wat zei je? Zelfs die boodschap, die duurt ook 8 à 9 jaar voordat ik te horen krijg dat jij mij de vorige keer niet begrepen hebt. Sirius is ver weg. Hè? Ik hoorde net mijn mobieltje overgaan, dus ik ga deze eventjes op de pauzerot zetten. En ik hoop dat dit een mooie was. En dan wordt dus de volgende, wordt dus het gelijk van Johan Oldenkamp nummer 4. En die neemt misschien vanavond nog wel op. Je weet het niet. Hoe een koe een haas vangt. Ik hoop dat jullie dit een goede toelichting vonden. Ik hoop dat ik Johan met mij een beetje met me meevoelt. En dat hij ook wel snapt dat we allemaal uiteindelijk dezelfde kant op gaan. En tegen Johan Oldenkamp en ook tegen jullie allemaal zeg ik tjus.